Hamsterpraktijken van winkeliers die gascilinders verkopen moeten worden doorgegeven aan het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, zegt Karishma Mathura, waarnemend directeur ondernemerschap van het departement, in gesprek met onze redactie. In het weekend ontstond er een fictieve schaarste aan kookgas, doordat winkeliers weigerden hun gascilinders te verkopen in aanloop naar een mogelijke verhoging van de prijzen. Ook gingen consumenten extra op zoek naar kookgas. Het ministerie gaat meldingen vanuit de gemeenschap serieus nemen en aanpakken, zegt Mathura. We weten dat er een bepaalde situatie is ontstaan als het gaat om de verkoop en het hamsteren van gascilinders. En het ministerie is daar heel duidelijk over. We hebben het aangegeven via verschillende mediakanalen dat het niet toegestaan is dat er wordt gehamsterd. Mocht het zijn dat er burgers zijn of instanties zijn die dit wel constateren, dat er gehamsterd wordt of dat er winkeliers zijn die niet verkopen, dan zou ik ze aanmoedigen om een klacht in te dienen bij het ministerie op het verkortnummer 1940. U kunt ook WhatsAppen naar 853-0915. Wij gaan dan met onze economische controledienst de controlewerkzaamheden uitvoeren op basis van de ingediende klacht. Gaan we dan controleren. En inderdaad, als er geconstateerd wordt dat er wordt gehamsterd, zullen er wel maatregelen getroffen worden. Mathura zegt verder dat de maatregelen kunnen variëren van boetes tot intrekking van vergunningen voor lange periodes. De waarnemend directeur zegt dat deze maatregelen eigenlijk niet aan te pas hoeven te komen, omdat het de bedoeling is dat een ieder de gelegenheid krijgt om diens onderneming te draaien zoals die wilt. Maar hamsteren is tegen de wet. Hamsteren is een economisch delict en dat mag niet. Vooral niet als de bevolking in een bepaalde nood verkeert, waarbij er gerekend wordt dat er voldoende gascilinders te verkrijgen zijn op de markt. Dan gaan we dat zeker tegenaan gaan dat er niet gehamsterd wordt. We begrijpen ook dat er een aankondiging is geweest voor een verhoging op gascilinders. Maar dat betekent nog niet dat het gehamsterd mag worden. Hamsteren is en blijft een economisch delict waartegen er opgetreden zal worden door het ministerie. De functionaris merkt op dat er een intensief programma is uitgezet voor controle op hamsterpraktijken. Mathura benadrukt dat er geen schaarste is aan kookgas en er geen reden is tot paniek. Ook heeft een ieder de taak ervoor te zorgen dat de winkeliers niet hamsteren.